Omdat die is vereniging de Geitenfok in Oude Berkeepen bestaat 65 jaar. Het is traditie om de Christbeem in het dorp op te tuigen. Van dit speciale jaar komen er al wat leden deel. Ja, daar is Berkeep wel heel uniek in. Als het dorp zelfs, als de middenstand, hoe groot hij hier is en hoe hecht het dorp is. Ja, dat is dat gewoon heel bijzonder. Als het om in omlezende dorp is, rent het inderdaad leeg. En we hadden hier ook wel wat last van, maar minder als door het dorp. De oudste ATS-vereniging van Friesland helpt alle jaren het nijs maar bijzondere stunts. In Greesloon kennen ze weer rustig ziek helje. Haar joker is weer terugte. Dit beeld staat gewoonlijk bij de A-zoon tussen Greens en Hoge Zand en doekt nu op in Oude Berkeep. Een actie van ATS-vereniging Geitenfok, die had het beeld lien van de Greensers. In Oude Berkeep dit hier geen stunt, maar een feestwijn. Ja, we zijn twee keer opgepakt in twee dagen. En ja, we vonden het wel creatief om net zo al eventjes in boevenpakjes te gaan in de tralies. In Oude Berkeep weer vooral vannacht een soort sham. Een zelfs maken politieauto gang door Rikje in het dorp terug en is daarna heel uitbaat. Het is een actie sinds de sluiting van de brandwachtkazerne in het dorp. Echt het mooiste vond ik toch wel het vrijheidsbeeld uit Heerhugowaard. Dat had een hele impact hoor. Ik ben er op Mjollen bij hinnen zet en jongens die hem vast losdraait. En shock niet in auto, maar oranje-blauwe streep mogen komen. Ja, de politie die hier helaas als jongen. Dus die wiel omdraait. Intussen tiert weer de kader met beelden voort. Maar de jongens die hem loshalen hier en opladen, hier, die wien hem oppakt. Jacobus Lucas is een van de oudste nog libbiende leden van de vereniging. Hij er zo'n jongetje 50 bij. Die wien de jongens die zijn al mij die nou, hier, dit is ondergetekende. Nou, Henkie Boos, die wie je krijg ik nog. Die is er ook nog. Nou, Martin Blauwbroek die binnendag. En de oren, nou, ik denk er misschien nog één of twee. Maar die ben alle keer net meer in ons midden. De mooiste steun die ik mij maken, dat we hier, ja, eigenlijk wel één of twee. Dat we onder andere het zwart wat we uit Vlieland wij hellen. Dat we van met de boord meenomen hebben stiekem. En het hele letter, het BB dat we erop hellen. Nou, en hiermee van de stunten. Dat we vroeger hebben dus op een gegeven moment, ja, nu praat ik over 50, 60 hier te bek. Dat wij alle keer op het voetbalveld hier met 12 tal van alle keer boerenwijn. En dan rieden we s'nachts om 12 uur rieden we door het warf in mijn trekkerkens of fort deerborn. En hier hebben we wel 12 of 13 in de wijnnacht en een stuk herrie. Maar hier hebben we de politie hier erbij, dus dat is geen enkel probleem. En hier hebben we dus orenduis hier met 12 tal van boerenwijn op voetbalveld staan. Morgen om kwartier voor zes en dan stuurt Omroep Friesland een film uit over de skiernis van de Geitenfok. En dan wordt ook duidelijk hoe de naam van de groep ontstaan is.